Ik ben Mac. Ze noemden mij vroeger altijd kleine kroskabouter. Eigenlijk had ik dood moeten zijn, maar dat ben ik niet. Dokters dachten dat ik dood zou gaan. Dan weten die dokters nou wel veel, maar niet alles. Ik heb nog een zus die heet Jackie. Ze is bijna allergisch voor alles. Dan kan zij doodraken. Die is voor kaas allergisch, chocopasta, voor koeien, sommige honden, paarden. Dan valt ze gelijk flauw. Banaan. Peer. Peer niet. Mac. En ik dacht van wel. Ja, banaan had ik net al gezegd. En ja. Eiwit? Hetzelfde als ei of zo, weet ik veel. Maar ja, het zijn echt hele erge dingen waar ik echt kan in shock van raken. Soms zeg ik tegen Jackie, wil je een stukje meloen of ei? En dan denk ik even bij me na, waarom heb ik dat gezegd? Want ze is allergisch voor ei. Soms denk ik dat wel. En dat vind ik dan niet leuk dat je dat zegt. Nee, en dan, krijg ik heel veel commentaar van jou. Ja. Maar dan kan ik... Soms ben ik dat toch gewoon vergeten, Jackie? Ja, jammer dan. Je kan heus wel rekening houden met mijn Mac. Ja, dat weet ik. 24, 25, 26, 27. Toen ik 4 was, toen deed je kickboksen en toen was ik de snelste met opdrukken. 32, 33, 34. Ik deed met mijn zus altijd kickboksen. 37. Maar we hadden wel een soort klein gebitje. En dus als we op elkaar tanden sloegen, dan vielen ze er niet uit. Schiet er nu. Ja, doe normaal! 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. 48, 49, 50. Een klasgenoot van mij doet turnen, maar dat vind ik eigenlijk geen echte sport. Dat is voor mietjes. Mijn bekers die heb ik gewonnen. En dit is mijn eerste beker toen ik 3 was. Toen werd ik 5e. Deze was ik 4. Werd ik 7e. En dit is mijn indoor supercross. En toen werd ik 1e. En dit was mijn beker van mijn moeder die me laten maken. Die me laten maken heeft. En er staat op voor onze grote vent Mac. En dit is mijn opa's beker. Die heb ik gekregen van mijn opa. Die is heel bijzonder, want hij was ook een winnaar, net zoals ik. Hier staan veel meer bekers.
Er was geen plek meer op mijn kamer. Ik heb nog veel meer bekers, maar die hebben we weggegeven. Hoe meer bekers je hebt, hoe beter je bent. Het is voor mij heel erg belangrijk om te winnen. Geen derde, geen tweede, maar eerste. Twaalf weken terug heb ik mijn bovenbeen gebroken. Het deed heel erg veel pijn. Toen moest ik nog 3 wedstrijden en ik was Nederlands kampioen. Het is ook best wel gevaarlijk. Er is ook een vriendje van mij, die heeft zijn nek gebroken. Die is eigenlijk dood op de baan gegaan. Ben je ook soms bang als je moet racen? Ik ben nog nooit te bang geweest als ik moest racen. Waar ben je wel bang voor? Voor dieven. Alleen voor dieven? Ja. Dan moet jij even voelen of die soepeler wordt of niet, ja? Je draait de verkeerde kant op. Nou, dan gaan we terug. Even wachten, Mac. Ja, probeer eens nou. Zo staat hij goed. Is die goed zo? Ja. Oké, okay, helemaal goed. Dan is die bijna klaar voor je eerste wedstrijd, of niet? Ja. Er zin in? Ja. Ja? Oké, okay. Is die helemaal klaar dan nu? Wielen gedaan, blok gedaan? Ja, maar wil je het pepermuntje erop plakken? Dat wil ik doen. Ik zal het even pakken, ik heb het hier aangelegd. Ja? Deze pepermuntjes van mijn opa toen hij doodging. Hier, houd het pepermuntje vast. Dat geeft een soort kracht. Hij had er een half jaar op gezeten op mijn andere motor. En nu zit hij op deze motor. Als ik 1 keer voor de wedstrijd mijn hand erop leg, dan krijg ik een kracht binnen. Dan moet ik 10 seconden erop houden. En dan krijg ik die kracht binnen. En die kracht gebruik ik voor de cross. Voor altijd in onze gedachten, mijn lieve man, onze vader en opa Johannes Adriaan de Vouw. Mijn opa had kanker. Toen is hij in het ziekenhuis overleden. Ik ben toen mijn opa doodgegaan is, toen ben ik gelijk beter gaan rijden ook. Het lijkt net als hij bij mij achter op de motor zit. Hij helpt me met sommige bochten. Ja, sommige rekensommen op school. Dan denk ik ook even na. En dan zit opa even in mijn hersens. En dan zegt hij iets stiekem in mijn oor. Elke weekend naar de cross met de camper. Dan kan ik niet met mijn vriendjes spelen. Sommigen weten het, maar anderen begrijpen het eigenlijk gewoon niet. Een keertje heb ik een vriendje meegenomen van school. Ik ging te s'avonds huilen omdat hij zijn moeder miste. Dat vond ik eigenlijk wel een beetje suf. Ik ga crossen.
de pop. Ja, jij? Jij, mam? Jij, Jack? Dankjewel, pop. Ik hoop dat morgen dat het goed gaat. Jullie gaan dat goed. Ben je zeker? Een paar foutjes maak ik zelf voor mijn eerste wedstrijd, hè? Ja. Oké. Okay. Ja. Goed zo. Zeg, hoe is het met je been? Goed. Ja? Het is wel... Mooi genezen, hè? Ja. Oké. Okay. Het is wel een gevaarlijk sport, hè? Ja. Oké. Okay. Maar alsnog, ik vind het toch wel een hele leuke sport. Oké. Okay. Mijn zus heeft het ook gedaan en mijn vader ook. Zo. Nou. Zeg, je komt hier ook een beetje voor je longetjes en je hart, hè? Ja. Want je hartje zit... gespiegeld. Ja, precies. Nou, zullen we zo eens eventjes gaan luisteren en gaan kijken? Goed. Oké. Okay. Nou, daar gaan we dan. Dat is hol hier, hè? Je hart zit aan de andere kant. Daar niet. Ja. Hier. Toen ik geboren werd, zei de dokter dat ik beter niet geboren zou kunnen worden. Anders zou ik 20 minuten leven of ik zou heel gehandicapt zijn. Gelukkig wilden mijn ouders me wel. Anders was eigenlijk heel mijn leven voorbij. Dit en dit zit aan de andere kant. De dokter zei dat ik nooit een sportman zou worden. En toen moest ik eens een keer weer om controle en toen had ik mijn crosspak aan. Toen zei ze, dit kan niet, dit kan echt niet. Het is een ander kind. Maar ik was het echt. Alvleesklier. Al vleesklier, maandagavond doe ik vermicelli in mijn bier. Pijnboompit, pijnboompit, lichtkuis schijnt naar het beter als je zit. Pijnboompit, roerbakai, heroïne met honing in de boerderij. Snelkooppan.
dat ik de beste rijder op de wereld zou worden. Dat zou mijn grote wens zijn. Mijn moeder beter en mijn zus beter. Toen dacht ik dat zij ook kanker kreeg en dood ging, maar dat was het gelukkig niet. Dus, en daar was ik ook heel blij mee dat ze weer thuis is nu. Je hebt eigenlijk best wel veel met de dood te maken. Je opa, je zusje, zelf is je eigenlijk bijna dood gegaan. Ben je eigenlijk niet bang dat zoiets zou kunnen gebeuren? Soms wel, soms niet. Goed, Mike? Ja hoor. De laatste keer toen ik met mijn opa zijn graf was, toen praatte ik heel veel met hem. Hoe het met mij was en hoe het nou met hem is. Het laatste wat hij zei tegen mij was, als je het goed doet, dan doe je 200%. 200%, Mac. Je kan hem winnen. Ja. Word je derde? Nee. Word je tweede? Nee. Wat word je dan? Eerste! Ben je bang? Ik ben niet bang. Help is duwen. Doe ze van achter duwen. Nee, hier, ik help duwen. Okay. Goed? Ja. Zwaar, hè? Ja. Dan pot ik wel tegen het verkeer in. Nee, maar goed, heel goed nadenken. Starten. Dus op de eerste plaats geëindigd, Mac Bouwensen.